die er met paardenogen naar kijken. Zelfs Clouseau, Koen Wouters, was gefascineerd door ons paard. Hij schreef er een lied over. Ja, hij scoorde er een hit mee. Daar gaat ze. Zoveel gratie, zoveel schoonheid had zelfs Koen Wouters nooit gezien. Dames en heren, zeer geëerde gasten, welkom in al uw rangen en graden. Ik heb bijzonder goed nieuws mee voor de meesnood der mannen. Uw visum wordt met 2 uur verlengd. U kan blijven in de prachtigste stad van Vlaanderen, in Oostus. Welkom aan al de mensen die risico genomen hebben. Sabotage vanuit Aramonne. Het zal me niet letten om maar de waarheid te vertellen. Van harte welkom aan alle mensen uit Dendermonde die risico gepakt hebben om vandaag naar hier te zijn gekomen. Je moet motiven met plateaus met slecht vlies. Ik geef haar een goede raad, blijf eraf, want anders weet je niet wat je maar ziet van zet. Van harte welkom aan de vriendelijke collega, de balju van Dendermonde, Piet Buysse en zijn lijfeigenen uit het Schepencollege. Ik heb ze er juist nog bezig gezien. Ze waren drukdoende met het oppoetsen van de huifkar van Piet Buysse. Aan de eregasten van Dendermonde, wij ontvangen u graag. Wij ontvangen u graag op onze grote markt. Een van de vele stadsparels met zijn talrijke historische gebouwen, waaronder het oudste Belfort der Nederlanden. Als je dat met Dendermonde vergelijkt, in Dendermonde gezegd, ja, min op de merten en ten puiste, vla kermis. Dat is dus Dendermonde. Het is iets anders in Dendermonde dan in Aalst. De grote markt van Dendermonde, daar wordt nu aan getimmerd. Ze zetten daar allemaal kartonnen gevels van historische gebouwen, namaakgevels die na de doortocht van hun paard zorgvuldig zullen worden afgebroken. Beste mensen, de vete tussen Aalst en Dendermonde, het is het schoonste wat dat er is. De veelbesproken diefstal van het paard in februari 1958. Het dier werd ontvoerd. Het was gemaakt door de lustige pompiers. Even terzijde. Weet jij hoe dat ze in Dendermonde een garagist en een dierenliefhebber noemen die zelf zijn notto repareert? Een gajagist. Beste mensen, uiteindelijk is het een stunt geweest om dit paard, het Rosbalaton, zijn plaats te geven die het verdient, namelijk de grote markt van Aalst. En tussen haakjes gezegd, die wedijver tussen Aalst en Dendermonde, dat gaat vele, vele eeuwen terug. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met dat fameuze paard. Maar wat er ook van zij, de hippologia, ja, dat is een moeilijk woord voor de mensen van Dendermonde. De paardenkunde heeft ons al veel plezier bezorgd. Vele tientallen fratsen en anekdotes getuigen van de uitstekende
rivaliteit tussen de stad Aalst en het dorp Dendermonde. Ik ga je het vertellen over contrasten. Vandaag fêteren wij het Ros Balladum. Dit edele ros, goede vrienden, loopt sinds 1953 mee in de carnavalstoet. En we kunnen vaststellen, in tegenstelling tot dat ponnieke in Dendermonde, dat de conditie van dit paard uitstekend is. Het Ros Balladum heeft het niet nodig om 10 of 12 jaar uit te rusten vooraleer het opnieuw een toerke kan doen. Het is begrijpelijk dat het Ros Balladum vanuit bepaalde hoeken met argwaan en soms zelfs ja met enige jaloezie wordt bekeken. Jeff Douwe, die durfde het zelfs aan om ons Ros Balladum te omschrijven als een veulen op rubberpoten. Of een sargiepaard met basketsloesjes. Als ik kan je zien, kip dan een schoen, hè Piet? Wat verdomme. Ik vind al die vernederingen en die pijnlijke woorden die hier vandaag gericht zijn door mijn ambtsgenoot uit dat kleine dorp, amper 30 kilometer hier vandaan, waarvan de wegen van en naar uiterst moeilijk bereikbaar zijn. Ze hebben daar geen circulatieplan, want er is geen circulatie in Dendermonde. Vanop deze tribune wil ik klaar en duidelijk stellen, het zou passend zijn, en je kunt er 10 jaar over napijzen, om een historisch pardon uit te spreken voor de beledigingen aan het adres van het Ros Balladum. Dat zou niet misstaan. Maar, lieve vrienden, en dat zeg ik vanuit de warmste kamer van mijn Oosters hart, iedereen kent wel iemand uit Dendermonde in zijn kennissenkring. Iedereen kent wel iemand. Blijf vriendelijk tegen de mensen van Dendermonde. Geef hun goed eten. Geef hun nieuwe, warme kleren. Doe dat. Koester geen gramschap tegenover de mensen van Dendermonde. Dendermondenaren zijn synoniem voor sukkelaren. Je weet dat of je weet dat niet, maar in mijn arbeidscontract staan 2 dingen. Ik moet af en toe wel Latijn spreken. Dat heb je al gehoord van op het balkon. Schitterend trouwens. Urbi et dorpi. Ik breng het nog even onder de aandacht. We moeten 2 dingen doen. Af en toe wel Latijn spreken. Dat ga je mij niet kwalijk pakken. Maar ook en vooral de historische feiten tussen Aalst en Dendermonde vakkundig levendig houden. En ik ben blij dat je hier allemaal bent om dat te bewijzen. Dat dat voor ons heel belangrijk is. Dendermondenaren, dat zijn ook mensen. Dat zijn ook mensen. Wij viseren hen niet. We kijken niet op hen neer. Of zoals dat ze zo schoon in het Latijn zeggen. Aquila non captat muscas. De arend vangt geen vliegen. Goede vrienden, ik rond af. Het is een schitterende dag. Na afronding van deze schitterende dag door de opperdraak bieden wij u straks een receptie aan in onze nieuwe evenementenhal. Zijnde de trouwzaal. Het spijt mij dat wij de Dendermondse eregasten niet kunnen voorzien van hun lievelingsgerechten kopvlees en makel. Ik hoop dat uw magen, de fijne Aalsterse kost wel zullen kunnen verdragen. Niet langer dan enkele weken geleden, dames en heren, want uw burgemeester wordt soms gedreven in het ol van de leeuw, ben ik slachtoffer geworden van vandalisme in Dendermonde. Ik was daar gaan spreken in zo'n klein, rokerig, stoffig lokaal van de een of de andere katholieke vereniging en we moesten ons zweren tegen die snoodaards van Dendermonde. En die gangsters, terwijl ik bezig was en met heel mijn notten volgeplekt met plekkers. Ach, ach, ach. Laat het ons gewoon en vergeven. Ze weten van niet beter.
Criminologen wijzen erop dat armoede en een gebrek aan welvaart niet anders kan leiden dan tot vandalisme en crimineel gedrag. Vanuit de stad Aalst is al dikwijls nagedacht over hulp aan Dendermonde, zodat zij ook meer welvaart kunnen groeien. Het heeft geen zin om aan die mensen van Dendermonde vis te geven. Dat heeft geen zin. We moeten nu gewoon leren vissen. Al heeft de geschiedenis aangetoond dat het nooit makkelijk is om vanuit Aalst aan Dendermonde, aan wie dan ook, aan iemand iets te leren. Niettemin, ook onze buren uit het dorp D verdienen meer welvaart. En hun regelmatige sneren aan het adres van het welvarende Aalst, de meest charmante stad van Vlaanderen, moeten we ruimhartig en grootmoedig naast ons neerleggen. Wij zijn dichte en de rest zijn sikkelijs. Aan discrimineren op basis van afkomst mogen we niet meedoen in Aalst. Voor ons heeft iedereen het recht om uitgelachen te worden. Ik geef nu zeer graag opnieuw het woord aan de opperdraak en toch nog een kleine raadgeving aan al die Aalstenaars. Mocht u het snode gedacht hebben om naar Dendermonde af te zakken, binnen paan. Ik moet gewoon. Ik kan er niet aan ooit. Maar moest de gulle moeten gaan, pakt ajonen mee. Je moet daar niet aantrekken. Pakt veel ajonen mee. En doe mij hier plezier. Je mag van mij altijd naar Dendermonde gaan. Ik zie dat niet zo gern. Maar ik zie u allemaal graag terugkomen naar de enige echte keizerlijke steden van de drakenieren. Kom naar ons terug. Dank u. Ja, daarmee de voeten.